Hallo community, ik ben Mark en ik ben weer even met Prison Architect. De vorige aflevering was ik volgens mij bezig met mijn gevangenis. En in de tussentijd is er een nieuwe update gekomen voor de beta. Waarbij er dus nu multiplayer support aan zit te komen. Dus dat is eigenlijk best wel interessant om te weten. Oh, wat? De multiplayer alpha, oké. Nou, dat is dus niet echt belangrijk op het moment. Maar binnenkort... Dan wil ik dat misschien nog wel een keertje gaan doen met Idol. Kijken hoe het gaat. Misschien een beetje aan zitten kloten. Ik wil het eigenlijk wel eens een keertje zien. Maar ik weet niet precies wanneer dat gaat gebeuren. Dus nou ja, in ieder geval. Ik ga gewoon weer even verder met mijn gevangenis. We hebben in ieder geval nog heel veel plannen om hier toevallig nog een cellenblok te bouwen. Maar eerst moeten we dit even af hebben. Even kijken, ik ga ook even gelijk kijken hoeveel onze gevangenis in totaal is. 920.000. Dat is best wel redelijk. Even zien. Cash. Nou ja, en die waarde die gaat natuurlijk nog wel steeds omhoog wanneer ik bijvoorbeeld weer gewoon verder ga bouwen. Even klonen. Even zien. Ik kan in ieder geval heel wat neerzetten alvast. Oké. Er zijn in ieder geval al twee rijen. Oh. Daar een beetje vergeten. Oké, hier word ik ook echt heel akelig van. Dat hier dan... dat overal gewoon zo'n normale vloer zit. Nou ja, normaal. Dat wil ik niet zeggen, maar... Post. Oké. Schijnbaar is de radiopunt dat de ontslagen naar verklachten. De radio zal er geen problemen meer mogen veroorzaken in de gevangenis. Dankjewel. Dan kan ik die weer even terugzetten. Mocht ik daar zin in hebben. Oké, we hebben weer genoeg om meer cellenblokken te maken nu. Zo dus. En dan kunnen we hier ook nog wel eventjes doen. Waarschijnlijk. Zo genoeg geld hebben. Oh ja, nu wel ja. Maar de cashflow die is eigenlijk ook best wel hoog. En dat vind ik ook wel fijn. Die is van 1000 euro per uur of zo. 1300. Misschien 2000. Ligt eraan. Toppie. Commissie winkelverkoop. Dat verkoop, of daarmee krijg ik ook best wel wat geld. En dat is ook wel fijn om te hebben. Misschien moet ik binnenkort meer van die winkels neerzetten. Een beetje verspreid over de gevangenis. Dat kan helpen. Eigenlijk zijn dit gewoon allemaal grote cellenblokken. Kom ik nu pas achter. Maar eigenlijk wist ik het al, maar oké. Doet een beetje rustig aan. Alle tijd van de wereld. Zo. Nog maar twee rijtjes. Klinkt het af. Maximaal 4000 woord van. Ja, dit kan toch echt niet. Tijdelijk zelf waar alles en iedereen volgepropt zit. Misschien willen ze wel privacy. Misschien is dat gewoon het probleem. Dus daarom ga ik hier ook een grote cellenblok bijbouwen. Dan kan ik natuurlijk ook deze kant uitbreiden. Mocht de tijd rijp zijn. Maar ik ga eventjes een... Nee, dat is niet meer echt nodig, want het wordt alweer dag. Als ik dan nog even een roll call laten sturen, niet handig. Dit is de tijd wanneer ze dat doen, ga ik eventjes weer lekker verder met het klonen.
Maar ook de mensen die binnenkort dan in vrijgelaten worden, daar krijg ik natuurlijk ook weer geld van. Eigenlijk heb ik best wel veel inkomsten. Als ik er nu over denk. Ook weer toestroom geval gevangenen. Daar worden natuurlijk ook bij. Ik ga. Zo, is best wel dichtbij gekomen. Close budget so far. Maar ik ga hier ook alvast even een veilige omheining maken, denk ik. Tot hoever ik kan. Zo dus. Onminder veel geld gaat er vanuit, maar het is wel nodig. Echt hoeveel geld ik al in de veilige omheiningen onze gevangenis heb laten kosten, dat is al best wel wat. We zien die blauwdrukken, die mogen eigenlijk ook wel weg. En dan kunnen we misschien deze aflevering, misschien de volgende aflevering met deze nieuwe cellblok gaan beginnen. En dan kunnen we binnenkort misschien nog wel eens een keer dodencellen gaan regelen. Weer een sterfgeval bij Rip. Nou, ik denk dat dit wel goed is. Want ze beginnen ook een beetje van deze deuren op te proppen. Daar moet ik misschien ook wel eventjes op afstand bedienbare deuren inzetten. Want moet kijken. Op welke stroom staat die? Op deze. Is al verstandig. Om daar nog een deursysteem neer te zetten. Nou ja, we zien het vanzelf wel. Ik kan mij gewoon bijvoorbeeld deze deur hier. En al deze deuren die kan je gewoon openen automatisch. Maar ik zit me nu even wat af te vragen. Ik heb hier namelijk een personeelsdeur. Dan denk ik zo van, als mensen willen ontsnappen, dan hoeven ze eigenlijk alleen maar deze deur op te breken. Deze. Moeten ze door deze personeelskamer. Dat lijkt me nog best wel gevaarlijk eigenlijk en riskant te doen. Dan moeten ze door deze deur en dan kunnen ze hierdoor en dan zijn ze eigenlijk bijna al vrij. Als we te zien... Houdt hij dat ook net vol? Dus echt, meer kan ik daar ook niet aan aansluiten. Anders klapt dat hele ding uit. Hierheen. Daarheen. Kan dat ook zo? Waarschijnlijk wel. Dan wil ik er hier ook nog een. En dan zijn ze. Dus dan moet ik natuurlijk wel de stroomleiding naartoe leiden. Dan zou ik het vanaf deze moeten doen. Dan leg ik deze gewoon alvast aan. Ook gewoon door de cellenblokken heen.
Lijkt me wel een verstandig idee. Zoiets. Hele aparte leiding, maar oké, het werkt. Oké, dan stel ik deze alvast voor die deur even in. Verbinden naar die. Die. Dan hoeven bewakers dat ook niet te doen. Kan natuurlijk best wel wat schelen. Leg ik hier ook alvast deels de waterleiding aan. Dat gaat dan ook voor hier ongeveer. Want dan liggen de stroom- en waterleiding, die liggen er dan bijna al. Alleen de kleine waterleidingen dan nog, maar dat komt wel. Kijken hoe druk het hier is. Jezus, mina. Ik stel voor om alvast een beetje te gaan beginnen. Oh, het laatste stuk heb ik er net niet genoeg geld voor. Helemaal niet genoeg geld voor. Jezus. Dat was een korte geld. Weer? Goddammit. Nou, we hebben op het moment de buitenste ring al vast. En als ik er nog wel uitbreid, dan kan ik hier natuurlijk nog gewoon een gang laten lopen. Dat is best wel slim eigenlijk. Zit deze deur zo wel goed? Dat moet wel.
Misschien kunnen we deze muur even openbreken. Een beetje gevaarlijk eigenlijk, wat ik dan aan het doen ben. Ook dol. Ja, dat dacht ik al. Ah, psych. Oh. Kan ik deze muur ook alvast openbreken? Zal ik daar de deur in zetten? Dat lijkt me niet zo'n verstandig idee. Laat ik hier deze muur ook gewoon openbreken. Misschien is dat ook wel het probleem dat er zo'n zoveel oppoppingen zijn. Geen wonder eigenlijk. Ze moeten allemaal door één klein deurtje. Ja, dat wil niet werken. Volgens mij kan ik nu hier de fundering leggen. Ook nog maar net. Jezus. Ik denk dat ik deze ingang hier nog wel even laat zitten. Misschien dat het nog wel een keer handig komt. Voor nu is het sowieso handig. Moet ze anders hier komen. Dan zet ik hier ook nog wel even een personeelsdeur in en misschien hier ook nog. Want hier kan ik dan ook nog patrouilles voor honden doen, zodat ze niet tunnels gaan graven bijvoorbeeld. Maar zeggen. Dat zat eraan te komen.
maak ik dit gewoon zo. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.